gebruik op de MA. Ik zoek de mondigheid vanuit de relatie met elkaar leren. Dan hoef je niks te vervangen. Oké. Ik heb de afgelopen periode erg leuke ontbijt- en lunchsessies gehad. Met hele verschillende medewerkers. Hele open, gezellige gesprekken. En ik hoop dat ze dat zelf ook zo ervaren hebben, maar volgens mij wel. Daarbij kwam van alles aan bod. Mooie initiatieven die er overal lopen, waar men mee bezig is, de passie in het werk. En daarnaast natuurlijk ook de dingen waar ze last van hebben. Een van de dingen is bijvoorbeeld wat veel terugkomt, zijn de vele regeltjes binnen SGL. Nou, daar gaan we wat met elkaar aan doen. En daarnaast iets wat men op heel veel plekken ook ervaart, het tekort aan goede vakmensen. Een uitdaging voor de hele organisatie. Wat ik wel natuurlijk ook wel zie binnen al die sessies, en daar ben ik erg van onder de indruk, zijn al die mensen die al zo lang in dienst zijn. En die dan nog met zoveel passie en gemotiveerd hun verhaal doen en plezier in hun werk hebben. Als mensen weggaan door pensioen, andere carrièrekeuzes, raak je natuurlijk ook een stuk kennis kwijt. Hè? En kennis en ervaring binnen SGL. Maar gelukkig hebben we ook nog heel veel mensen die al lang werken binnen SGL. De kennis die we nu in huis hebben met alle ervaring en dat gecombineerd met de nieuwe medewerkers met hun ervaring en kennis, dat is een mooie basis voor de toekomst en de kwaliteit van zorgverlening van SGL. Om juist die ervaren mensen die we hebben, de nieuwe medewerkers goed in te werken, ze goed op te vangen en samen weer een mooi team te gaan vormen. We zijn samen heel hard aan het werk om de juiste mensen binnen te halen. Een mooi voorbeeld hiervan is Roermond, waar cliënten en medewerkers gezamenlijk in actie zijn gekomen. Op WBC Roermond hebben we moeite gehad met het vinden van personeel, net zoals overal in de zorg. Toen zijn we gaan kijken van, goh, hoe kunnen we dat nou op een andere manier gaan doen? Hoe bereiken we die mensen nou op een open, ludieke manier? Er zijn ideeën ontstaan. We zijn met een paar mensen gaan samenzitten en we zijn gaan denken van, we gaan een flyer ontwerpen. Een flyer met open teksten zoals bijvoorbeeld, kom langs, app, bel, mail, kom een kopje koffie drinken. Dat hebben we er ook ingezet. Daarnaast zijn we in de bewonersvergadering, heb ik het aangedragen van, goh jongens, het gaat om jullie, hoe vinden wij nou personeel voor onze locatie? Nou, daar zijn we ook, hebben we ook meegedacht, bewoners. Daar is uit voortgekomen dat een bewoner echt een heel leuk stukje tekst heeft geschreven. Dat hebben we ook geplaatst op social media samen met de flyer. Er zijn heel veel reacties op gekomen. Het is massaal gedeeld. Ik heb heel veel kopjes koffie mogen drinken. Het resultaat is dat we inmiddels 3 mensen hebben kunnen aannemen. En dat de gesprekken nog lopen. Dus het heeft echt zijn vruchten afgeworpen. En ik ben helemaal enthousiast.